Goedenavond, hartelijk welkom. Dinsdag 11 oktober. We gaan er weer snel tegenaan met Johan Derksen, Euskan Akyol, René van der Grijp en Merel EK. Ja. Merel, laatste nieuws. Jij kreeg net het bericht binnen. De lijst is er helemaal niet. Nee. Remkes heeft zich vergist. Die dacht dat er een lijst was van 500-600 piekbelasters. Maar nu blijkt dat hij er toch niet is. Als de minister zegt dat hij er niet is, dan zal hij er ook wel zijn. Maar is er een verklaring voor waarom hij dacht dat die lijst er zou zijn dan? Nog niet. Hij wilde eerst sowieso stil te houden. Dat was eerst op de avond het bericht. Hij zegt nog even niks. Hij komt morgen naar de Kamer, is hij uitgenodigd. Daar gaat hij wat meer uitleg geven over zijn rapport nog. Dat wilden de Kamerleden graag. En nu doorbreekt hij dan toch die stilte om in ieder geval alvast aan te geven... Sorry, ik heb me vergist. Wat we eigenlijk niet van Remkes gewend zijn. Nee. Mag ik concluderen dat wij eigenlijk het enige programma nog zijn... met betrouwbare informatie? Ik zou dat niet voor mijn rekening durven nemen, Johan, in dit geval. Maar als jij dat zo ervaart, dan moet je dat zeker zo doen. Ik geloof heilig in mijn eigen tekst. Ja, dat is duidelijk, ja. En sorry zeggen zit er bij jou niet in. Maar ik bedoel, Remkes heeft dus aangegeven... Sorry, ik wist het niet. Dus wel een primeur nu, hè? We hebben nu een primeur, toch? Ja. Nee, heb ik al gezegd net. Scoop hebben we. Ja. Scoop. Wow, bijzonder. Ja, dit is een... Nou, ik denk moment. Dat buiten... Even een applaus voor Merel, dames en heren. Dit is natuurlijk... Ja, de eerste scoop. Bijna een jaar onderweg in dit programma. En we de eerste scoop te pakken. Ja, het voelt heel bijzonder. Geweldig dit, zeg. Hey. Jongen. Ja. We zijn nu echt serieus. We doen nu mee met de gasten van de televisie. Nee, dit is ongelooflijk. Ja, we zitten op een nieuw niveau. Maar jullie werden al lang serieus genomen. Nou, niet door al die mensen. Nou, zolang er dit soort dingen op tafel liggen... heb ik niet het idee dat wij iets... Maar laten we maar beneden... Wilfred even een showtje laten geven. Nou nee, ik bedoel, het is natuurlijk een feest dat hij binnen is. Jij hebt er mede voor gezorgd, Eus, toch? Ja. Litouwers is de jaloers op. Kijk, vandaag in Zeit staat erop. Je kan er echt alles mee doen. En eigenlijk is het wel leuk dat jij ook even mee gaat doen, Johan. Nee, ik doe geen gekkigheid. Nee, echt niet. Nee, ik zat even te zoeken. Wij hebben natuurlijk ooit een enorme hit gehad. Ja, oh, wat erg. Weet je nog? Ja, ik weet het nog. Ik heb de tekst hier nog liggen als je wil. Nee. Kijk.